Hey YouTube vrienden, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij 10 mopjes, raadseltjes opnoemen. Ik ga ze voorlezen, Rodi gaat ze proberen te raden of gewoon te luisteren. Laten we beginnen met 1. Nummer 1 is een raadseltje. Aan welk stuk bestek heeft de rest van de lade een hekel? Aan welk stuk bestek heeft de rest van de lade een hekel? Ja. Weet ik veel. De opschriftlepel. Vind die wel leuk. Oké, nummer 2. Komt een man in een pannenwinkel en wil een lamp kopen. Zegt de verkoper, hallo, geen lamp. Hallo, geen lamp. Als je maar uitlegt, snap je het. Nummer 3. Zit een man op de bus te wachten. Zegt de buschauffeur, hey, kom er eens af. Ik weet het letterlijk. Met uitzoek heb ik dubbel gelachen. Er staat een weeshuis in brand. Wegwezen. Oké, nummer 5. De postbode gooit de brieven in de bus. Zegt de buschauffeur, wat moet ik daar nou mee? Ja, lezen. Nummer 6, ook wel. Komt een cowboy bij de kapper, komt hij weer buiten, pony weg. Nummer 7. Waar koopt Spider-Man dat spul wat hij uit zijn handpalm schiet? Bij de Bart Smit? Nee, in de webshop. Dat het een web is. Nummer 8. Hoe noem je een aap die van rechts komt? Dat is weer een raadseltje. Een forang-oetan. Dat is zo flauw. Krekelplaat. Oké, nummer 9. Er was eens een weg in de stad. Die stond niet vast. Ik neem het wel uit. Nummer 9. Er was eens een wegrestaurant. Toen kwam er een orkaan. Wegrestaurant. Ha, ha, ha. Zo, dat was lauw even. Dat heb ik leuk. Oké, nummer 10. En dat is ook meteen de laatste. Wat is het goedkoopste instrument ter wereld? Geen instrument? Nee, een fluitje van de cent. Oké, mensen, dit was alweer de video. Vonden jullie deze 10 mopjes nu leuk? Vergeet dan niet te abonneren en dat blauwe duimpje omhoog te doen. En volgende week gewoon weer te kijken. Check jullie later.